Twee weken geleden is het saaizaadproject de Prins Bernhard Polder gestart, waarbij aan de coöperatie saaizaadboeren een centrale aansturings- en uitvoeringsrol is toebedeeld. Het gaat dan om inputsvoorziening, productie en afzet. Afgelopen zaterdag heeft minister Prahlad Seudin op voorstel van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness erkend dat voor een vlotte gang van zaken een eigen machinepark nodig is. Voor een areaal van 500 hectare is dit ook economisch verantwoord. Er komt ook een speciale unit voor het drogen en zuiveren van de saaizaad. Het ministerie van Openbare Werken heeft afbrokkeling van de Suralco-weg in het district Para op vrijdag 9 juni hersteld. De afkalving ter hoogte van de Zwartbonstraat is een gevolg van de overkluizing aan de Grand Creek, die is gaan dichtklappen. De betonnen buizen zijn vervangen door twee strengen van 3 HDPE-buizen, waarbij er genoeg klei en schoren zijn geplaatst voor de stevigheid. Verschillende personen verbonden aan het ministerie van Defensie hebben in de loop van 7 juni tot en met 16 juni motivatiesessies gehouden voor schoolgaanden. De organisatie All for One Suriname heeft op 7 juni 2 motivatiesessies in het district Nikeri uitgevoerd. Op 9 juni was het de beurt aan de Pandit Ramadhar School voor een voorleesdag en motivatiesessie. En op 15 juni was het de beurt aan Natin-studenten. De leerlingen van de IPJ Berkenveldschool hebben op 16 juni een motivatie gehad. Het hoofdonderwerp hierbij was zelfmoord, suïcide.